Een uitgestelde koffie is dat personen die hier koffie komen drinken of gewoon een broodje komen nuttigen of iets anders, een extra koffie afrekenen. En die extra koffie is dan weer bedoeld voor mensen die wel graag koffie willen drinken, maar het eigenlijk niet kunnen betalen. Het is wel een goed idee. Ja. Dat mag gezegd worden. Het is wel een goed idee. Ja, nee, je doet heel goed hoor. Het gaat helemaal niet om hun, het gaat om die koffie. Wij noteren die uitgestelde koffie hiervoor op het bord. Het is gewoon een fijn steuntje in de rug voor mensen die het gewoon kunnen gebruiken. Kijk, het is geen grote weldoenerij. Ik vind het wel een goed idee, ja. Ja, het is beter dat je zoiets doet voor daklozen. Dus 5 euro geven dat ze een balletje gaan kopen. Ja. Dat is heel belangrijk, alleen weet je wat het probleem is. Dat sowieso, maar de meeste daklozen die drinken geen koffie. Wat drinken ze dan? Bier. Klanten van mij, zeg maar. Zijn toch meestal mensen, zeg maar, een beetje bovenkant markt. Die hebben meestal wel wat te besteden. Die hebben graag een koffie over voor mensen die dat wel zouden willen kopen, maar niet kunnen kopen. Snap je? Dus wie geef jij dat bakje koffie? Wie gun je het? Je medemens. En dat is goed. Het is gewoon één kopje halen en de tweede krijgt de volgende gast gratis. Of het is een dakloze of wat dan ook. Ik vind het op zich wel een goed idee, alleen... Je weet nooit wie dakloos is en wie niet. Nee, ook niet alleen dakloze mensen, gewoon mensen die het nodig hebben. Kijk, er zijn genoeg mensen, ik geloof dat er 12.000 mensen onder het minimumniveau leven in Groningen. Dat zijn heel veel mensen. Nee, dat is volgens mij nog niet echt bekend onder de mensen die weinig geld hebben. En het is ook niet echt bekend onder de mensen die wel veel geld hebben.